Het Albertkanaal is niet klaar voor modern containertransport. Slechts 12 van de meer dan 60 bruggen zijn momenteel hoog genoeg voor vierlaagse containertrafiek. Dat blijkt uit het antwoord van minister Hilde Krevits op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid en Kempenaar Dirk Peters. Om alle bruggen te verhogen tot de Europese norm van 9 à 10 meter is 243 miljoen euro nodig. Dit jaar heeft de Vlaamse regering slechts 18 miljoen euro voorzien. Peters vraagt samen met zijn partij Groen dat de regering versneld meer budgetten vrijmaakt.